Welkom bij E-Kolle. Een podcast over zero waste. Ik ben Veerle Kolle. Ik ben Christophe Kolle en vandaag zijn we aflevering 47 en we laten jullie niet stikken. We gaan het hebben over iets waar ik het al erg lang over wou hebben, omdat het redelijk wat in de media is geweest. Ik wil het graag hebben over stikstof vandaag. En dat brengt al een tijdje grote bezorgdheid en ook wat discussies met zich mee. En zeker sinds het septemberakkoord is dat weer een beetje opgelaaid. Maar wat ik vooral wil weten is, wat is nu precies het probleem? Wat is precies stikstof? Dus ik heb iemand uitgenodigd. Vandaag zit Jos Raamakers van Natuurpunt bij ons aan tafel. En die gaat meehelpen verder uit te spitsen wat dat is en ook onze vragen beantwoorden. Dag Jos, dank u wel. Goedemiddag. Ja, dank u wel om te komen van zover, want je hebt een stuk gefietst en een stukje met de trein. Ja, we proberen toch openbaar vervoer te gebruiken als dat er is. Ja. Ja, het is weekend, dus dan kunnen we daar zo wat van genieten, hoop ik. Het was voller in de trein dan door de week zelfs. Amai, dus, zeg. Maar het was ook een ander uur. Nu heb ik de trein op de middag genomen. Ja. En als ik ga werken en ik vertrek naar Mechelen, als het hoofdkantoor, dan is dat 's morgens vroeg. En dan is dat nog heel rustig op de trein. Ah ja, ja, dat is dat heel, heel vroeg. Redelijk vroeg, ja. Half maar, zeven. Half zeven, ah ja, oké, ja, dan is het nog, dat is nog geen spits eigenlijk. Kun je even aan onze luisteraars uitleggen wie dat je precies bent en wat dat je doet voor Natuurpunt? Ja, ik ben de Jos Raamakers, ik ben een Limburger. En ik werk sinds 2,5 jaar als diensthoofd beleid bij Natuurpunt. Ja. Voordien heb ik een tijdje gewerkt als directeur van de Limburgse afdeling van Natuurpunt. Maar daarvoor was ik eigenlijk in de privaatsector actief als manager in verschillende firma's. Ja. Dus nu zit je echt voor heel, heel Natuurpunt eigenlijk aan het werken. Ja, dus mijn dienst omvat eigenlijk een achttal medewerkers die thematisch werken. Hè. Dus stikstof is een thema dat dan toevallig bij mij zit als diensthoofd, maar... We hebben een landbouwmedewerker, een water- en klimaatmedewerker, een ruimtelijke ordeningmedewerker enzovoorts. Oké. Dus over uw departement, uw meeste kennis is stikstof, daar gaan we het straks over hebben. Maar zoals altijd gaan we het eerst over iets persoonlijker hebben, want het is tijd voor... Zero Waste Fail. We beginnen met de Zero Waste Fail. Zou jij jouw fail van deze afgelopen periode... durven vertellen aan ons, Jos? Wel, ja, iets wat ik voor mijzelf toch als een beetje een fail nog beschouw, is het feit dat ik nog niet van het vlees ben afgeraakt. En zelfs helemaal ervan afgeraken is misschien zelfs niet de bedoeling, maar minderen, en ook dat is niet zo evident, hè, want de pakketten of de hoeveelheden die je in de verpakkingen vindt, die die worden niet kleiner, hè? Dus je moet beslissen van een dag geen vlees te eten en dan een andere dag wel. Je kunt niet beslissen van kleinere hoeveelheden te gaan eten, want dan heb je overschot en dat is ook niet de bedoeling. Nee, ja, dan is dat ook nog erger. Dus daar ben ik nog mee aan het worstelen. Ja, ja. En je eet, maar je eet niet elke dag vlees meer? Nee, toch niet. Nee. Het is tussen de 5 en de 6 dagen per week. Ah, ja, okay. Dat is toch nog veel, hè? Ja, luisteraars weten al, maar wij zijn allebei vegetaar. Of soms zelfs bijna veganistisch. Allee, ja, zo... Ja, wat, welk vlees vind je het lekkerste? Wel, als ik vlees, het vlees dat wij kopen, komt eigenlijk van lokale landbouw. Ja. Dus in feite het rundvlees, wat het grootste aandeel maakt, dat komt van een landbouwer die zijn dieren in onze natuurgebieden laat grazen. Amai. En dus ga ik er toch wel vanuit dat het enigszins verantwoord vlees is. Hè, want begrazing is nodig als een beheersmaatregel trouwens, hè, om de natuur in goede toestand te krijgen. Maar dat vind ik, dat is wel zijn dat dan zo die, vlees. Zijn dat dan zo die koeien die soms gaan wandelen in een natuurpuntgebied en dan moeten ze over van die reeltjes en dan kunnen echt tussen die koeien lopen? Zijn dat zulke koeien? Nee, dat zijn galloways. Ah. Dus dat zijn dieren die Natuurpunt zelf houdt. Er zijn weinig landbouwers die die houden. Ah, okay. Maar in mijn streek werken wij met landbouwers die hun dieren... dus dat zijn dan eerder klassieke landbouwdieren. Okay, die, het is laten we zeggen, voor dubbel doel of dergelijke. In dit geval zijn het limousins wat die landbouwer houdt. Dus, maar dat ken de kenners, de kenners weten wel dat dat een rundras is, een Frans veeras, dat goed vlees levert eigenlijk en toch niet overgekweekt is. Dus eigenlijk wat nog
vrij goed in de natuur kan overleven. Oké. Okay. Maar je ziet het wel inderdaad als u veel, want het blijft vlees een grote... Ja, het mag zeker minderen, want ja, dat heeft ook allemaal met stikstof te maken. Maar ja, daar komen we straks wel op. Ja, ik heb mij wel al een beetje geïnformeerd. Dus. Had jij herinneringen veel wat hij het lekkerste vlees vond? Het lekkerste vlees, een van de eerste dingen, denk ik. Wacht, hè. Maar ja, dat is geen vlees dan. Nee. Ik lust graag kipcurry op een boterham. Ah ja, ja, dat kan. Is het, ja. Ja. Als ik dan de pepperoni's... salamietjes, nog dan salami lust ik niet, hè. Maar ja, die pepperoni's op een pizza, dat vond ik wel echt de moeilijke om te laten. En dan zo die kleine stukjes hesp zo in de spaghetti saus. Dat vond ik ook... Ah nee, dat heb ik niet gemist. Dat waren mijn twee favorieten. Maar mama had een heel lekkere spaghetti saus veggie direct. Dus dat had ik nooit... Dat is ook waar. Dat is ook waar. Ja. Wacht, wilde jij naar je veel? Ja, mijn veel heeft een beetje te maken met een aflevering van een paar keer geleden met klimaatcontact die we een keer gehad hebben. Dat ik daar soms keer aan moest terugdenken. Dat ik mij soms wel gefaild voel als dingen van het milieu of het klimaat zo naar boven komen in een gesprek met vrienden. En met... inderdaad, dat ik zo pijs, hier nu zou ik het er kunnen over hebben, maar ik ga de sfeer niet verpesten, dus ik heb het er niet over. Ja. Deze maand is mij opgevallen dat ik dat echt wel veel doe. Ja. Veel zo, maar ik ga het er nu niet over hebben. Zo, ja, dat ik soms hoor dat mensen nog daar gewoon niet over denken, ik weet het niet. Mijn vrienden ook en zo is het gemak waarop dat er over dingen wordt gesproken die echt niet zoveel moeite zijn om wel een grote impact te maken. Want dan denk ik ook, als ik dat hier nu zeg, ben ik er weer de sfeer verpest. Dus jij weer zo die groene... Ik heb al een paar keer gezegd, ik heb zo niet dat imago van ecologisch en groen aan mijn kleven ook. Dus als ik het zeg, soms maak ik juist ook meer impact, omdat ik dat niet aan mijn kleven heb. Maar je had dan ook misschien zo'n beetje voorzichtig om dat niet te krijgen. Hè? Nee, ja. Maar nochtans nu, want over dat praten over klimaat en zo, doordat de elektriciteit zo duur is, spoort ook op mijn werk. Vroeger was ik degene, in het begin deed ik dan nog zo, zeggen van de lichten uitdoen. En nu doe ik dat terug, maar nu is daar geen commentaar op. Nu doe iedereen mee. En nu mag ik echt zeggen, pas op jongens, je zet de licht van de kelder of de deur dicht. Tocht, maar het is ook gevoel. En nu hangt daar geen groen label meer op, dus ergens... Het is ergens mooi natuurlijk dat mensen nu iets meer de waarde van grondstoffen gaan appreciëren, omdat ze gewoon moeten, omdat het allemaal zoveel duurder is. Anderzijds is het pijnlijk, hè, al die jaren dat ze het ook voor iets konden doen, dat ze het niet deden. En nu doen we het met z'n allen wel. Voor het geld eigenlijk. Want ik denk echt, wat mensen nu maar gaan verdoen aan gas... voor te veel huis te verwarmen, dat gaat zo naar beneden gaan dit jaar. Ja, ergens vind ik dat ook zeker niet erg. Maar het feit dat ze het ervoor niet deden, dat ze het ook konden doen. Ja. Maar ze werden er financieel, moet ik zeggen, werden er niet financieel voor beloond. Of minder, veel minder dan nu. Ja, inderdaad. Dat is zo wat moeilijk, maar ja. Ik kan nu eigenlijk de groene zijn, een beetje zonder... dat opvalt en dat vind ik wel een pluspunt aan de hele situatie. En ook dat andere mensen, ik denk dat er nog wel mensen zijn die altijd al dat aan het beperken waren, die nu eigenlijk meer tips aan anderen kunnen geven om dit te beperken. Misschien moeten we daar nog later een keer iets rond doen in een andere aflevering. Maar ik heb ook veel, het is een kleintje, ik ga gewoon een kleintje vertellen. Dat is, Christophe was erbij. Het is daarmee dat ik het niet kies omdat je het hebt gezien. De laatste tijd vergeet ik nogal vaak mijn zakdoek. Ik weet niet wat ik heb, maar ik ben aan het wisselen. Het is herfst. Ik wissel te veel van jas. En dan pak ik een papieren zakdoek. Daar werd ik bij. Toen dat ik daar bij het theaterstuk dat we gezien hadden, aan mama vroeg. Voor een papieren zakdoek. Maar de laatste tijd vergeet ik dat steeds meer. Het is een heel kleintje. Ik weet dat dat niet veel impact heeft, maar... het irriteert mij aan mezelf dat ik zoiets dat ik vroeger standaard deed, nu altijd vergeet. Met corona dat we sowieso ook een beetje afgeleerd. Ja, wel dat ook. Ja. Want dus een papieren zakdoekje moet je weggooien en ik liet herbruikbaar maken of ik had er. Ja. We gaan naar het goede nieuws gaan. Naar de Zero Waste Win. Ja, Jos, wilt jij beginnen?
Ja, ik wil wel beginnen. En een persoonlijke win is eigenlijk dat ik half augustus erin geslaagd ben eindelijk opnieuw beginnen te joggen. Joggen. Fysieke inspanning. Want met corona heeft dat een hele tijd stilgelegen. Daarvoor trouwens ook. Want ik ben eigenlijk gestopt met lopen toen dat we thuis 3 kinderen hadden. Dus iets moest er opgegeven worden. En dat was dus het joggen. En na veel tijd en erover over na te denken, van ik moet toch eens terug beginnen, is dat er eindelijk van gekomen. En ik hou voorlopig nog vol, dus het begint effect te hebben, denk ik. En dat is dan veel in de natuur en zo dat je gaat... Nee, dat is gewoon op straat. Ah, okay. Ik woon op de buiten en ik heb verschillende rondjes van 3 of 5 kilometer of langer. Jos, je zag dat als zero waste win. En wat zag je van, hier win ik wel iets aan? Dat... Wel, ik voel nu toch, na 2 maanden, toch dat ik fysiek... beter ben, dat ik meer energie heb. En ik had daar vroeger veel plezier van. Dat is ook een tijd dat je je geest kunt vrijmaken, dat je over dingen nadenkt, dat je soms ingevingen krijgt. Op zich is het ook al waard om dat te doen. Dus het is eigenlijk een me-time moment ook. Ja, dat is altijd welkom. Ja. En dat is altijd welkom, ja. Ja, ik had een win... dat is een leuke. Ach, ik heb het nu niet klaar. Een rugzakje van mij was kapot. Een sportzakje. Ik ken dat, zo'n turnzakje met touwtjes. En dat was van een vriendin die dat had gemaakt. En dat was kapot. En mijn collega zag dat, want ze zag het juist gebeuren op het werk. Ik trok het en het scheurde. En ze zei, ik zal dat maken. En dan, we hebben ook een kantatelier. Nee, geen kantatelier. Creativa Atelier, excuseer. Dat zijn 2 verschillende verenigingen bij mijn werk. Dus ik mag ze niet door elkaar slaan. Maar dus mijn collega is dan, de dag dat ik niet werkte, naar het Creativa Atelier geweest. Ze hebben dat daar gemaakt. En mijn collega heeft dan nog de laatste touch gedaan. Ze heeft nog een touwtje erin gestoken. En dus zomaar puur en vrijwillig hebben die mensen dat willen doen voor mij. Ik vond dat super lief. Ik ga ze... Volgende keer werk ik wel als dat atelier daar is. Dus dan kan ik ze een keer gaan bedanken. En dat ga ik zeker doen. Maar ik vond het wel lief dat mensen zo spontaan gaan willen dingen herstellen, omdat ze dat gewoon graag doen. En ik zei ook, moet jij iets terug hebben? Nee, ik moet niks terug hebben. Alleen, ik denk van, ik ben daar super dankbaar voor. Omdat ik moet nu geen nieuw rugzakje bestellen. Het is echt gewoon gemaakt. Ze hebben het echt genaaid. Ze hebben er een nieuw lap stof op gehangen. En je ziet het niet dat het kapot was. Dus dat vind ik wel mooi. Ten eerste omdat het zo vrijwillig was. En ten tweede omdat ik weer niet iets nieuws moet kopen. En wij organiseren ook vaak repaircafés. Dus dat zijn zo dingen, momenten dat je ziet hoeveel mensen dan er zijn om dingen te kunnen herstellen. En dat vind ik altijd wel een geweldige initiatieven. Dus dat was wel een zeer waste win. Ik ga er een foto van trekken en op onze website zetten bij de show notes na deze aflevering. Mijn win is... We waren, ik heb je overgeslagen. Ja, we waren met 3 een koffietje aan het drinken en we kregen daar ook een koekje bij. En het was al een beetje steken om uiteindelijk allemaal al onze koekjes op te eten. En we hebben dan nog een koffietje besteld, maar we hebben dan echt expliciet bij vermeld dat we dit keer geen koekje hoefden. Amai, te blijven hierbij gezond. En ik heb hier koekjes gezet op tafel. Ja. Ik had dat beter niet gedaan. Jawel. Nee, maar dat was omdat dan... moet ik heel de uitleg doen. 1 van ons 3 was glutenintolerant, extreem. Dus die had dat ook al niet. En de ander lustte dat soort koekjes niet. Dus alle 3 had ik al opgegeten. En achter 3 koekjes bij de koffie is het wel even genoeg geweest. Dan wisten we, we gaan dat teruggeven. En dat gaat toch maar weggesmeten worden. Dus hebben we de 2e keer gezegd... hoeven er geen bij. Voilà, ik dacht, ik ga die uitleg besparen. Maar kijk, met deze. En het was ook iets gezonder, dat is waar. Ja, wel, gezondheid, dat is goed om even naadloos weer over te gaan naar het onderwerp. Want het gaat ook een beetje, denk ik, over onze gezondheid gaan in deze aflevering. Ik heb mij ook een beetje voorbereid hiervoor. En het is zo geweest dat toen dat het over stikstof ging in het nieuws en zo, een paar maanden geleden, ben ik mezelf beginnen afvragen, wat is dat nu precies? Hè? Wat doet dat nu precies? En wat is dat, waarom is dat ongezond? En wat zijn de gevolgen daarvan? Waarom zijn de boeren zo boos?
En dan kwam ik terecht op de website van Natuurpunt bij een filmpje van een collega van Jos, die zo inzoomt op kleine plantjes en daar gebeurt van alles mee. En eigenlijk heb ik toen gemaild naar Natuurpunt en zo kwam ik bij Jos terecht, hier voor ons eigenlijk zit, om dan nu uit te leggen wat stikstof precies is. Dus ja, Jos, ja, kunt dat je dat eens uitleggen? Het is een heel verhaal eigenlijk. Ja. Misschien om te beginnen bij de basis, dan moeten we... Ik zal proberen geen les chemie te geven, maar toch, daar begint het. Want stikstof is eigenlijk een natuurlijk element van onze omgeving. En iedere keer als wij inademen, dan ademen we eigenlijk 78% stikstof in en 22% lucht. Nu, zuurstof. Gewoon als ik naar buiten ga. Ja. Ja. Dus ja, stikstof schadelijk? Nee, eigenlijk niet, als je het in zijn pure vorm bekijkt. Want het doet gewoon niks. Mm-hmm. Het reageert niet met andere grondstoffen. En dus is het op zich, als het in zuivere toestand, in gastoestand is, dan is dat eigenlijk neutraal, zoals men dat noemt. Maar daar eindigt het natuurlijk niet. Stikstof is heel belangrijk voor het leven. Laten we daarmee beginnen. Het is eigenlijk een element dat nodig is om onder andere eiwitten aan te maken en bijvoorbeeld ons eigen DNA, toch de echte bouwstenen van de menselijke genetica, van alle genetica, daar is stikstof voor nodig. Dus stikstof zit in die DNA-ketens die onze erfelijkheid bepalen. Dus het is een onmisbaar element voor het leven. Maar omdat dat zo neutraal is in de natuur, zijn er maar een paar manieren waarop die stikstof verbindingen maakt met andere elementen. En het is in verbinding met die andere elementen dat dat een rol speelt. Een positieve rol, maar dus ook de negatieve rol die we de laatste tijd zien. En dus de manieren waarop dat in de natuur gebeurt, dat zijn in de eerste plaats blikseminslagen. Nu, tijdens het ontstaan van het leven, wat al heel lang geleden is, gaan we vanuit dat daar heel veel blikseminslagen zijn. Trouwens, nu ook nog. Hè. Er zijn er honderdduizenden per dag. En door die energie van die bliksem gaat stikstof reageren met zuurstof of met waterstof of andere elementen. En dan krijg je stikstofverbindingen. Hè. Als het met waterstof reageert, krijg je ammoniak. Als het met zuurstof reageert, krijg je nitraat. En daar kunnen allerlei afgeleide verbindingen komen. Maar het wordt in de natuur dus zeldzaam gevormd. Enerzijds door die blikseminslagen. En vervolgens zijn er bacteriën gekomen die de stikstof eigenlijk ook kunnen gebruiken en daar stikstofverbindingen van maken. Dat zijn de bacteriën. Je hebt daar waarschijnlijk wel ooit van gehoord, die ook in die wortelknolletjes zitten van de vlinderbloemigen, van erwten of bonen. Dat zijn planten die met hun wortels huisvesting voorzien voor die bacteriën. En dus die kunnen eigenlijk via die bacteriën stikstof uit de lucht en uit de bodem halen. Dus dat is eigenlijk de tweede manier waarop dat bruikbare stikstof in de natuur wordt gevormd. En de derde is eigenlijk van bestaande humus, die verteert, wordt de stikstof opnieuw gebruikt. Dus compost en zo of zo? Compost. Als je je planten bemest met compost, dan gaan zij de stikstof die erin zit hergebruiken. Dus eigenlijk circulair natuur, toestanden. Maar dat zijn de drie dingen in de natuur waardoor bruikbare stikstofverbindingen ontstaan. Mm-hmm. Maar omdat dat alles samen toch nog zo beperkt is, wil dat eigenlijk zeggen dat heel veel planten, de grote meerderheid van de planten, zich hebben aangepast aan stikstof als een schaars goed. Dus eigenlijk, dat is zoals een cactus met weinig water toekomt. Hè, die heeft zich aangepast aan de woestijn waar weinig water is. En dus die kan in de woestijn groeien omdat die zich daaraan heeft aangepast. En eigenlijk onze planten hebben hetzelfde gedaan met stikstof. Ze kunnen hier groeien in een omgeving waar weinig stikstof beschikbaar is. En dus dan kunnen ze eigenlijk voluit groeien en bloeien. En wat
nu komen we tot het probleem eigenlijk. Hè, wat wij hebben gedaan de laatste 100 jaar en meer nog de laatste 50 jaar, mm-hmm. is dat wij als mens erin geslaagd zijn om die schaarse stikstof, om die eigenlijk om die verbindingen kunstmatig ook te gaan maken. Met veel energie, hè, want bijvoorbeeld de kunstmestproductie gebruikt veel gas, mm-hmm. hè, yeah. om meststoffen te maken. En dus zeker de laatste 50 jaar is men die meststoffen à volonté gaan gebruiken, want doordat je die meststof geeft, doordat je die stikstof bijgeeft aan de planten, gaan die in eerste instantie sneller groeien. Maar als je te veel bijgeeft, dan gaan na verloop van tijd een aantal planten gewoon ertussen uitvallen, omdat het gewoon te veel is. Hè. Als je een cactus in water zet, dan gaat ze dood. Hè. En dat gebeurt eigenlijk met veel van onze planten ook. Die krijgen te veel stikstof. En de planten die wel met veel stikstof om kunnen gaan, die vroeger heel zeldzaam waren eigenlijk, die doen het nu enorm goed. En die overwoekeren dan eigenlijk de planten die er moeite mee hebben. En dat is eigenlijk het grote probleem in de natuur. Dus dat je eigenlijk op de heide of op graslanden, waar dat vroeger veel bloemen stonden, dat die bloemen allemaal verdwijnen en dat je een overheersing krijgt van raaigras, van kropaar, van een paar plantensoorten, een paar grassoorten die eigenlijk dankzij die stikstof snel en groot kunnen worden en al de rest wordt eigenlijk verstikt. En op heide heb je braamstruiken bijvoorbeeld. Bramen doen het enorm goed. Nu, ook die grassen, ook die bramen en brandnetels is nog een derde die het ook heel goed doen. Brandnetels ook? Die profiteren ook van stikstof. Maar kijk maar rond uw composthoop, daar komen altijd brandnetels tevoorschijn. Dat is omdat daar veel stikstof beschikbaar is. Maar vroeger waren die plekken in de natuur waar veel stikstof was heel zeldzaam. Hè. Dat waren plekken waar bijvoorbeeld veel bladeren bij elkaar waaiden. Of dat was bij rivieren, waar dat dan overstroming gebeurt, dat er dus nieuwe, op bepaalde plekken dan slippen bij elkaar spoelt, met veel humus erin. Ja. En daar zag je dan die planten, die veel verbruikers van stikstof, die deden het daar goed. Maar nu doen die het overal goed, en de andere planten die verdwijnen. En dat is eigenlijk waarom dat in de natuur een probleem is. Ja. En de gevolgen dan dat de biodiversiteit? Wel ja, als je van een grasland met 100 soorten gaat naar een grasland met nog 10 soorten, al die soorten insecten die 90 verdwenen soorten nodig hebben, die verdwijnen ook. Ja. Bovendien, veel van de soorten die verdwijnen, dat zijn bloemplanten. Die zorgen ook voor nectar, voor onze bijtjes, voor de vlinders. En dus ook dat verdwijnt. En doordat eigenlijk die begroeiing zo dicht wordt en zo hoog, heb je ook nog eens de insecten die eigenlijk warmte nodig hebben, die het ook moeilijk krijgen. Want de bodem is beschaduwd, continu. Die krijgt geen zon meer. En dus insecten die hun eitjes in de grond leggen, die eitjes hebben het eigenlijk te koud. Een beetje tegenstrijdig, maar het is wel zo. En dus ook die doen het dus slecht. Dus het is een hele keten van gevolgen. Ja, het is echt een domino-effect. Ja, het is echt een domino-effect. En ook door die overmaat aan stikstof is eigenlijk ook de inhoud van het blad van de planten, die chemische samenstelling is ook enigszins veranderd. En dat maakt dat een insect of om het even wie van die planten eet, dat die eigenlijk zijn mineralen in een andere verhouding binnenkrijgt dan dat het oorspronkelijk de bedoeling was van de natuur. En dus je krijgt eigenlijk misvormingen of mislukkingen. En bijvoorbeeld in sommige streken kan je zien dat mezen die dan die insecten eten, dat die kalkgebrek krijgen, dat de jongen in het nest gebroken pootjes krijgen omdat er te weinig kalk wordt gevormd, doordat die samenstelling van die rupsen die ze eten, die is ook al niet meer oké. En dus dat zijn allemaal gevolgen die wij op het eerste zicht niet zien. Het is mooi groen en dus wij denken dat alles in orde is, maar er is toch wel wat aan de hand. En heeft dat ook een gevolg voor ons?
wat ik daar zeg met dat te weinig kalk is bij ons voedsel. Nu, ons, ja, wij. We zitten in die voedselketel, dat weet ik. Wij eten wel vrij gevarieerd, hè? Ja. Dus wij zijn niet afhankelijk van die, alleen van die natuurlijke voeding. Ja. Maar een ander aspect van die veelheid aan stikstof en zeker van de hoeveelheid stikstof die als ammoniak eigenlijk in de lucht komt. Ja. Want dat is misschien nog iets waar we het zelfs moeten over hebben. Je hebt wat men noemt NOx en je hebt ammoniak. Maar die ammoniak, als die door een varkensstal of een kippenstal wordt uitgeblazen, dan gaat die reageren met andere partikeltjes in de lucht en die vormt fijn stof. Ja. En fijn stof, weten we allemaal, is niet gezond. Niet fijn, ja. Dus daar zijn statistieken van dat er duizenden mensen eigenlijk te vroeg sterven omwille van de fijn stofproblematiek. Amai, ja. En de ammoniak die draagt daaraan bij. Dus de stikstof draagt daaraan bij. Dus okay. Dat zijn gevolgen voor ons als mens. Ja. Ja, dat is wel helemaal al. Nu, doordat dat zo in de media kwam, in Vlaanderen zijn ze wel met een aantal zaken bezig. Hoe wordt dat nu precies al aangepakt? Weet u dat? Het is eigenlijk nu maar, laten we zeggen, de laatste 2 jaar dat dat wordt aangepakt. En eigenlijk wordt het maar aangepakt omdat wij bij Natuurpunt het zo beu waren dat men er niks aan deed, dat wij naar de rechter zijn gestapt. Ja. En dat die rechter een uitspraak heeft gedaan die ons eigenlijk gelijk gaf. Ja. En dus de regering heeft veroordeeld, in feite niet rechtstreeks de regering, maar de wetgeving die de regering had gemaakt, heeft vernietigd, waardoor dat de regering verplicht is om een nieuwe regeling op te maken. En het is daar over die nieuwe regeling dat nu al zoveel is te doen geweest. Ja. En wat is, misschien ook daar nu nog niet, jullie standpunt van, wat willen jullie eigenlijk dat er nu gebeurt? Veel. Ja, maar allang waarschijnlijk ook, hè? Wel ja. Maar misschien kan ik toch eerst nog iets anders vertellen. Stikstof zorgt voor veel problemen. Ik heb fijnstof al vernoemd. Stikstof zorgt ook voor problemen in de natuur. En eigenlijk zou dat als geheel moeten aangepakt worden, zowel voor de mens als voor de natuur. Maar de wetgeving is zodanig dat wij als natuurvereniging eigenlijk maar een klein handvat hadden om, om dat probleem vast te pakken. En dat is eigenlijk de Europese natuurwetgeving. De Europese natuurwetgeving, dan spreekt men over habitatrichtlijn en vogelrichtlijn voor de kenners. Christophe is meer een kenner in vogels. Nee. Dus dat zijn Europese wetgevingen die afdwingbaar zijn. Dus waar als daar een juridische uitspraak komt van een rechter, dan is dat dwingend. Dan moet eigenlijk degene die veroordeeld is, die mag dan iets niet doen. Of een regering die gevat is omdat haar wetgeving is vernietigd, die moet een nieuwe wetgeving maken. Als dat niet gebeurt, dan dreigt Europa met boetes, met honderden miljoenen aan boetes. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over die boetes, maar het gaat over de gezondheid van de natuur en van de mensen. Ja. Maar men heeft dus het financiële instrument als een belangrijke stok achter de deur om regeringen te bewegen om iets te doen. Dat maakt natuurlijk dat wij dat stikstofprobleem dat we overal zien, want ook niet-Europees beschermde natuur heeft last van stikstof. Ja. Wegbermen zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor onze natuur, omdat dat nog de laatste restjes zijn die niet bemest worden enzovoort. Maar daar valt ook die stikstof op. Ja. Dus ook die kwaliteit gaat achteruit, maar daar kunnen we niks aan doen, want we hebben geen juridisch instrument. Dat hebben we wel voor Europees beschermde natuur, voor al die habitatrichtlijngebieden. Alleen liggen die niet evenredig verspreid over Vlaanderen.
Dus heel veel habitatgebieden liggen in Limburg, liggen in Antwerpse Kempen, liggen in de grote riviervalleien. Maar bijvoorbeeld een heel groot stuk van Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, die hebben geen Europees beschermde natuurgebieden. En dus de aanpak, die hebben eigenlijk dat houvast van dat juridisch instrument van Europa niet. En dat is eigenlijk een van de punten die wij ook bekritiseren op het voorstel dat de regering heeft gemaakt om de stikstofproblemen op te lossen. Want eigenlijk zegt de regering van ja, goed, we moeten het aanpakken, we gaan het aanpakken. Maar ze gaan het aanpakken eigenlijk alleen in functie van waar ze gewoon veroordeeld kunnen worden. Maar ze gaan geen stap verder. En dat is eigenlijk jammer, want ze denken dus niet aan de gezondheid van de mensen. Want ze hebben dat gezondheidsaspect niet meegenomen in het ontwerp. Ze hebben ook die natuur, die niet in een Europees beschermd gebied ligt, niet meegenomen. Dus ja, onze mensen in West-Vlaanderen, die vinden dat geen goede regeling. Dus ook niet in het nieuwste akkoord. Dat is toch ook niet... Nee. Ik vind de regels wel relatief streng al. Wat er gebeurt, het lijkt toch dat ze spreken hier van echt alle rode bedrijven sluiten tegen 2025. En dat zijn er een stuk of 600, dacht ik. Ja. Nee, dat is in Nederland, hè? Dat is in Nederland, ja. Ik zit bij ons zijn er een zestigtal en er zijn er al kleine 20 die al gestopt zijn. Ja. Wat is een rood bedrijf? Hè? Een rood bedrijf is niet het bedrijf dat het meeste stikstof uitstoot. Nee. Het rood bedrijf is het bedrijf dat het meeste stikstof uitstoot vlakbij een natuurgebied dat Europees beschermd is. Ja, voilà. Ja. Dus als je gaat kijken naar de grootste uitstoters van stikstof, gewoon een lijst maakt van de grootste stikstofuitstoters, ja, van de top 10 wordt er eigenlijk niemand gesloten. Hè? Ah, oké. Okay, omdat die toevallig niet in de buurt van een natuurgebied liggen. Ja, zo had ik het nog maar niet. Maar dus de mensen die daar in de omgeving wonen, die krijgen wel nog altijd dat fijnstof binnen. Ja, dat is ook niet... Ja, nee. Dus er worden mensen eigenlijk voor... mensen eigenlijk... Ja. Wel, het is een oplossing voor een probleem, maar men heeft het probleem met oogkleppen op bekeken. Mm-hmm. Ja, het is een van de voorbeelden. Dus dat is echt, als ze geen rekening houden met de gezondheid van de mensen, is dat ze puur naar die beschermde gebieden hebben gekeken. En vandaar dat we waarschijnlijk in West-Vlaanderen kunnen er veel grotere bedrijven toch nog blijven bestaan. Want ik vermoed al buiten het Zwin dat er dan niet zoveel zal beschermd zijn. Hè? Niet zoveel, nee. Je hebt daar een paar beschermde gebiedjes. Ik denk onder andere rond de Kemmelberg, denk ik. Dat is misschien wel bekend, hè, dat daar ook een wielerklassieker doorgaat. En er zijn nog wel kleinere beschermde gebieden, maar je hebt daar heel grote zones waar geen ding... En dan mag het wel streng zijn. Hè. Een landbouwbedrijf mag niet meer dan 0,1% bijdragen aan de stikstoflast die een natuurgebied kan verdragen. Maar ja, als je ver van al die natuurgebieden zit, dan... Dus dan worden die regels eigenlijk niet gedaan? In het midden van West-Vlaanderen zitten ze beneden die drempel. Hè. Dus dan, want ze spraken ook over nulbemesting en zo. Dat is wel over iedereen. Wel, dat vinden we wel een goede zaak in het akkoord. Omdat nulbemesting voor natuurgebied, wat eigenlijk een evidentie zou zijn, want wie haalt het nu in zijn hoofd om te bemesten in een natuurgebied, zou je denken. Maar je vergeet dan eigenlijk dat er nog duizenden hectare natuurgebied zijn waar nog gewoon klassieke landbouw op wordt toegepast. Mm. Dat men 20 jaar geleden de landbouwers een uitfasering heeft toegestaan. Maar een uitfasering van 2 generaties, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je 50 jaar verder bent. Dus ja, eigenlijk was dat een absurde regeling van 20 jaar geleden. Die wordt nu ingekort. Hè. Dus landbouwbedrijven die nog grond bewerken, klassiek, met bemesting en pesticiden en al wat je wilt, en die eigenlijk een groene bestemming heeft, die moeten binnen de paar jaar stoppen. En dat is die nulbemesting. Dus dat gaat niet enkel over die Europese? Dat gaat, echt dat gaat over alle natuurgebieden die dus eigenlijk op ons gewestplan groen zijn ingekleurd. Ook in Vlaams-Brabant enzovoort. Ook overal. Dus dat is natuurlijk wel iets wat overal... we noemen dat dan generiek, hè, omdat dat over gans Vlaanderen wel wordt toegepast. En dat draagt natuurlijk ook bij aan een vermindering van wat ze noemen de achtergrondvervuiling van die stikstof. Want die stikstof vervuilt
ja, een beetje concentrisch, hè. Kort bij het meeste en verder weg minder. Maar dus, oké, dus een natuurgebied dat ver van een Europees beschermd gebied ligt, waar je nulbemesting moet toepassen, dat vermindert dan toch ook wel het geheel van die stikstof, depositie of die neerslag. Ja. Maar dus dat vinden we wel een van de betere maatregelen die daarin zitten. En, want jullie zijn al naar de rechtbank geweest en zo, maar aan welke maatregelen hadden jullie dan zelf nog gedacht? Of wat was jullie gehele plan? De hele stikstofaanpak zou breder mogen gekeken hebben. Dus men heeft zich gefocust op, we willen voldoen aan die eisen van Europa voor die Europees beschermde natuur. Maar er zijn natuurlijk meer problemen die onze natuur belasten. Je hebt ook nog eens de verdroging, die ook speelt in natuurgebieden, die ook veroorzaakt wordt door drainages, door het veelvuldig oppompen van grondwater. Je hebt daarnaast ook het gebruik van pesticiden. En je hebt ook voor de natuur de nitraatrichtlijn, die eigenlijk moet zorgen dat ons grondwater en ons water in de rivieren, dat zuiver wordt. Mm-hmm. Het heeft ook allemaal met stikstof te maken, maar dat is eigenlijk onvoldoende meegenomen in het geheel van de aanpak. Ik heb er toch niks aan tegengekomen. Dus, En door zo te handelen, loop je eigenlijk het risico dat je landbouwers laat investeringen doen, bijvoorbeeld om hun stal meer hermetisch gesloten te maken en dus die stikstof af te vangen en met technische ingrepen die stikstof uit uw lucht te halen. Als landbouwers die inspanningen doen, maar ze worden dan over 10 jaar geconfronteerd, dat die natuur toch niet zich herstelt, omdat er eigenlijk nog een probleem is met grondwater of met dat te diep staat, of met drainages of met de kwaliteit van het water. Ja, dan heb je die boer eigenlijk investeringen laten doen die verloren zijn, want hij moet dan nog eens extra investeringen. Dan kun je het beter allemaal ineens aanpakken. Ja. Dat is een beetje wat Nederland meer doet dan wij. Dus het zit er enigszins in, dus rond grondwater, zit er wel wat in het Vlaamse stikstofakkoord, maar rond die andere zaken, pesticidengebruik, de kaderrichtlijn water met de nitraat, daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. Er komt trouwens ook nog Europees beleid op ons af. Ik zou toch verwachten dat een overheid, als zij een maatregelen neemt, dat ze die future-proof maakt, zoals je dat noemt. Dus dat je eigenlijk ook gaat kijken van wat komt er nog op ons af, wat is nog onderweg. En als je dan ziet dat er van Europa, met de Green Deal, daar zitten heel wat maatregelen in die eigenlijk ons leven gezonder en beter moeten maken en biodiversiteit moeten herstellen. En men is die aan het ontwikkelen en die gaan dus binnen dit en 2 jaar ook naar Vlaanderen komen en gaat Vlaanderen daar ook eigen wetgeving voor moeten maken. Maar daar heeft men eigenlijk nu nog totaal niet naar gekeken. Dus die gaan nog... Binnen 2 jaar gaat Vlaanderen weer moeten komen met een aantal maatregelen die ook weer diezelfde landbouwers gaan treffen. En dat is dus niet meegenomen. Dus dat vinden wij wel een jammere zaak. Je zegt diezelfde landbouwers. Uit de Pano-reportage leid ik af dat dat vooral gaat over de veeteelt, en dus varkens en runderen en kippen. Welke Pano? Het gaat over, want we daar naar gekeken. Ik heb hem niet vermeld. Ja, ik moest daar naar kijken voor voorbereiding. Dus die docu Boeren in de zak gezet. En het staat nog op VRT Max voor de mensen die het nog niet gezien hebben. En inderdaad, daarin wordt het dat probleem ook vanuit een bepaald perspectief verteld, maar dan iets meer vanuit het perspectief ook van de impact dat heeft op de boeren. Daarin wordt de groep eigenlijk die benoemd wordt, zijn de veeteelt en de kippen. Ja. En is
zit het hem daar ook? Want landbouw is toch meer dan alleen... Dat klopt, het zit voor een groot stuk daar. Hè. Je hebt, laten we zeggen, afgerond, of naar boven afgerond, heb je 20.000 landbouwers, professioneel, in Vlaanderen. En eigenlijk gaat het maar over een 2.000 landbouwers, ja. Veetelers, grote stallen. Misschien eerst even, waarom hebben wij zo grote stallen? Ja. Want dat is eigenlijk... Ja, waarom hebben we die? Ik eet geen vlees, dus voor mij moet het niet doen. Ja, nee, ik heb het wel... Sorry, maar ik denk dat je het beter gaat kunnen. Ja. Dat is eigenlijk een heel logische verklaring, maar dan moeten we even teruggaan in de tijd. Want ja, Vlaanderen heeft enkele grote havens. Antwerpen. 150 jaar geleden, met de verovering van Amerika en Australië, zijn daar enorme... graanschuren ontstaan met massaal productie van graan, dat heel goedkoop naar Europa werd verscheept. En dat kwam in Antwerpen binnen. En dat maakt dus dat eigenlijk landbouwers bij ons, als die 5 kinderen hadden en die wilden allemaal boer worden, ja, de grond groeit niet, hè, dus die grond blijft even groot. Oh, ja. En je wilt toch met 5 kinderen een landbouwbedrijf zetten, dat was eigenlijk niet moeilijk, want je had goedkope grondstoffen die via de haven binnenkwamen. En dus ieder kind werd wel een klein stuk gegeven en daar konden ze allemaal een stal op zetten. En dus eigenlijk zie je vooral rond de grote havens in Europa, in West-Europa, ook, daarom heeft ook Nederland een stikstofprobleem. Ja, ja, ja. Omdat ze daar ook grote havens hebben waar al dat voedsel binnenkwam. En dus de minderwaardige partijen graan, die gingen gewoon naar het veeteelt. En zo is eigenlijk die veeteeltsector bij ons zo intensief geworden. Maar natuurlijk, als je die massa's voedsel of voeding, graan en soja binnenvoert vanuit Brazilië en Amerika, dan voer je eigenlijk ook die mineralen die daarin zitten naar Vlaanderen en dus meststoffen. En heb je bovenop het gebruik van de kunstmest, krijg je dan nog eens een hoop dierlijke mest. Ja. En dus daarmee is die mestproblematiek bij ons zo groot. En daardoor ook heb je die concentraties aan stallen in een aantal regio's die niet zo heel ver van havens gelegen zijn. West-Vlaanderen, Antwerpse Kempen. Mm-hmm. Waar dus ook traditioneel veel landbouwers zaten en ook veel mensen in de landbouw wilden blijven. En dus die zijn dan begonnen met die intensieve stallen. Ja, dat doen wij denken aan het gezelschapsspel Agricola. Gebouwd ook op, en uiteindelijk komt uit bij een koe. Hè. Ja. Dat is het meest, dat rendeert het meeste. Ja, nee, maar ik probeer altijd dat spel te spelen zonder ook dat alleen maar groenten te doen. Dat is lang geleden, ja. Ja, ik probeer de veggieboers. Het is me al 1 keer gelukt om het zo uit te spelen. Maar ik weet niet of je het kent, Jos. Nee, ik ken het persoonlijk niet. Dan zou ik liever moeten investeren in dat. En dan krijg je dat. Maakt eigenlijk je boerderij. Ja, zelfs op het spel waarin je boerderijtjes inderdaad uitbouwt. Schattig. Maar inderdaad, een keer dat als je echt veel opbrengst wilt, dan moet je ene keer goed investeren in een koe of zo. En vanaf dan hopen dat je naar het einde toe dat er... Ja. Dus inderdaad, klopt ook, hè, ja. Ja, wat daar ook een beetje aan klopte, want dat zag ik ook in de Pano-reportage, daar gingen over die stallen. Dus die boeren die investeren dan in hoe noemt dat, stallen die beter zijn, die minder stikstof zouden uitstoten. Ja. Maar ze kunnen dat gelijk alleen maar, ze willen dan geld lenen, en dat kunnen ze gelijk alleen maar als ze beloven om er een aantal koeien uit te breiden tot 3 keer zoveel als ze al hebben. Dus ze hebben dan, er waren een paar boeren, je hebt waarschijnlijk ook een reportage, die waren dan aan het worden, die hadden dan ik weet niet hoeveel koeien meer. En dan zijn ze dan code rood geworden of zoiets. Dus mij viel het vooral op in die documentaire dat het ging over dat de boeren gelijk bijna verplicht zijn geworden in de afgelopen jaren om juist een groter te worden. Want er waren ook boeren aan het woord die dat juist niet wouden. Dus dat is zo'n beetje... Is dat... Ja, de boeren is eigenlijk een voorgehouden dat om een goede boer te zijn, dat je moest groeien. Ja. Dus het groeimodel is als het enigste goede model door iedereen die op die boerderij komt. Men noemt dat ook wel eens de erfbetreders. Werd dat verhaal verteld. Nu, heel veel van die erfbetreders komen uit dezelfde stal, om het zo maar te noemen. En zijn gelinkt aan dezelfde boerenbond gerelateerde maatschappij. Dus degene die
die het veevoeder levert, die zal tegen die boer zeggen van... Ja, ik kan u het veevoeder wel een beetje goedkoper leveren. Als dat je meer dieren hebt, hè, dan kan ik hier met een ganse camion komen. Dan moet ik niet te veel op en af rijden. Dus dan kan er nog zoveel cent vanaf. Ja, degene die stallen bouwt, die zal zeggen van... Ja, ik kan u wel een grotere stal en ik zal een goed woordje doen bij de bank. En de bank die zegt dan van... Ja, als je een grotere stal zet, dan kan ik u wel dat bedrag lenen. Hè. Want die bank denkt natuurlijk ook aan haar eigen winst en niet aan het gewin van de boer. En zo gelooft die boer uiteindelijk dat de enigste oplossing is om nog landbouw te kunnen doen. Hè. En worden boeren die een ander pad kiezen, want die zijn er wel degelijk. Ja, die zijn er. Ja, die worden zo'n beetje bekeken. Dat je ocharm, die geitenwolle sokken alternatievelingen, die worden zelfs door de klassieke grote boer niet als volwaardige landbouwer beschouwd. Hè. Zo erg is het eigenlijk. Terwijl dat die mensen toch ook wel zorgen voor ons voedsel. Die produceren nog zelfs rechtstreeks voedsel voor mensen en niet... Zonder tussenkomsten. Maar ja, en dus geen vlees voor de export. Nee. Ja, want like, toen de boeren waren boos, we hebben denk ik... De meeste mensen zullen dat beeld zich misschien herinneren, als ze het gezien hebben, van die mama met dat kindje die een tekening had gegeven aan ons minister. En dan, ja, dan zeiden ze... Ja, dat is natuurlijk triestig. Maar ik vroeg mij af, die kleine boeren zijn... Die zijn dan niet boos of ze die daarachter staan? Of? Nee, er zijn heel wat kleinere boeren die ook wel vinden dat het een andere weg op moet. Ja. En dat we af moeten van dat megalomaan grote schaal gedoe bij ons. Dat landbouw terug binnen de grenzen van wat het milieu kan verdragen moet plaatsvinden. Ja. En dat je dus eigenlijk naar een ander soort landbouw moet. Maar die grote boeren, die kunnen dat niet meer. En daarom, wij hebben ook niks... wij begrijpen ook wel waarom dat voor die mensen een probleem is. Ja. En wij verwijten ook die mensen persoonlijk niks. Nee. Het is het systeem dat fout zit. En het systeem is voor een stuk veroorzaakt door de overheid zelf in het verleden, door veel te lang een aantal dingen te doen. Ja. Maar ook nu, in het nieuwe akkoord, zitten zo'n zaken dat je zegt van... Is dat wel goed? Want als je bijvoorbeeld naar het akkoord gaat kijken, dan landbouwers die hun stal gaan meer stikstof neutraal maken door allerlei investeringen en die stikstof af te vangen, die kunnen beroep doen op subsidie. Ja, ja, ja. Dat gaat over behoorlijk hoge subsidiebedragen. Ik denk zelfs 70% of 80%. Ja. Maar stel dat je een jonge boer bent en je investeert daarin, je zit eigenlijk meteen wel vast aan dat soort landbouw. Je kunt niet meer weg. Je kunt geen andere manier van landbouw meer doen, omdat je gevangen zit aan die stal tot aan het einde van je aflossing van je lening enzovoorts. En dan is je carrière al voorbij. Dus dat is het probleem dat landbouwers door ook... in het stikstofakkoord zoveel te verwachten van investeringen in stallen enzovoort, dat je boeren eigenlijk dwingt in dat huidige systeem om daarin verder te gaan en nog intensiever te gaan worden. En als je dan gaat kijken van welke middelen zijn er dan voor boeren die zouden zeggen van ik doe mijn varkensstal weg en ik wil een CSA-boerderij beginnen of ik wil... CSA is zelfpluk. Zelfpluk beginnen. Ja. Of ik wil bio, of ik wil een groenteboer gaan worden. Ik heb daar eigenlijk toch nog genoeg grond voor. Ja. Die krijgen die steun niet. Die moeten bij wijze van spreken hun plan trekken. Ja, er is een beetje steun voorzien. Maar belangen na niet die bedragen die gegeven worden om stallen intensiever te maken. En dat is eigenlijk een gebrek aan visie, toch? Ja, want men blijft op dat spoor zitten van die intensieve landbouw die wil exporteren, maar die nu ook tegen zijn limieten oploopt. Hè, want door de Oekraïne-crisis worden meststoffen duurder, het veevoeder wordt ook duurder. Ja, en is dat eigenlijk niet de goede keuze? Hè? Men moet denk ik echt wel naar een ander soort landbouw gaan en daar veel meer overheidsinspanningen voor doen.
Ja, want een van de argumenten is dat je dan zo hoort van die ander soort kleinere landbouw, van gaat er dan genoeg eten zijn voor de mensen in België? Ja, ik denk, dat is, eigenlijk is dat een nep-probleem. Ik hoor het gewoon vaak, hè. Ik zeg niet dat... Ja, 70% van de landbouwgrond in Vlaanderen wordt gebruikt om veevoeder te kweken. 70? 70. Ja, dat is al veel. Dus 30 is groenten en... 30 is andere... Nee, dat vee zelf ook nog. Zit er nog niet bij. Ah, ja. Wacht. Ja. Ah, dus 70% is voor... Het voeder voor het vee. Voeder voor vee. Koeien, okay, koeien, ja, en varkens en kippen eten te geven. In België of in Vlaanderen? In Vlaanderen. Ja, in Vlaanderen. Oké. Okay. Dus 30%. En van die 30% is dan nog eens een 10 of 12% waar eigenlijk producten voor de industrie opgekweekt worden. Ik denk aan suikerbieten, ik denk aan vlas, waar kleding van gemaakt wordt. Ja, okay. Ook in België, dat wist ik dan niet. Ja. Maar dus uiteindelijk, het aandeel van onze landbouwgrond die wij gebruiken om voedsel voor mensen te kweken, dat is klein, hè? Dat is dan bijvoorbeeld de 5% of zoiets van fruitteelt en dan nog wat groenteteelt. Dus misschien hopen al 15% in totaal. Ik ken de cijfers niet van buiten, maar het zit in die orde grootte. Dus als we allemaal nu vegetariër zouden worden, dan... dan zou men al die grond die gebruikt wordt om maïs en voedergraan te kweken, dat zou men perfect kunnen gebruiken om broodgraan te kweken bijvoorbeeld, of om groenten te kweken en andere dingen te kweken voor de mensen. Er is totaal geen gebrek aan voedsel voor de mensen. Hè. En allemaal vegetariër. Er is ook veel dat geëxporteerd wordt, hè, van vlees. Hoeveel is dat ongeveer en er waar? Ik weet dat ik zal. Het grootste gedeelte, ik denk dat wij in Vlaanderen 2,5 keer zoveel exporteren als dat we zelf opeten. Dus er is geen tekort. Natuurlijk, als iedereen evenveel blijft vlees eten als vandaag, dan heeft een transitie van de landbouw bij ons tot gevolg dat het vlees ergens anders gaat gekweekt worden. En dan gaat het in de plaats van uitgevoerd, zal het dan ingevoerd worden. Dus het zijn twee dingen die moeten gebeuren. Wij moeten onze landbouw transformeren naar een landbouw die kweekt voor mensen hier. Dan denk ik aan West-Europa, want die afstanden zijn zo groot niet. Ja. Dat is klein. Maar dat eigenlijk we toch moeten doorzetten ook op een andere manier gaan eten. En minder vlees gaan eten. Want uiteindelijk... behalve die 400.000 hectare landbouwgrond waar wij veevoeder op kweken, wordt er ook nog eens de hoeveelheid voeder ingevoerd die op 400.000 hectare groeit in Zuid-Amerika of ergens anders. Daar wordt ook ontbost voor. En daar wordt dus ook ontbost voor, voor dat veevoeder. Dus dat is op zich op wereldschaal zeker geen goede zaak. Dus om het op wereldschaal te bekijken, moeten wij toch echt ook in onze leefgewoonten meer naar lokaal eten, meer plantaardig eten en dergelijke zaken. Ja. Ja, daar komt het vaak op neer, hè, als het gaat over voeding. We hebben al een paar afleveringen gehad waar dat... Maar nu, deze keer, voelden we het wel aankomen. Ja, maar... We hebben het al een paar keer gehad dat we een onderwerp bespraken en dat er een gast kwam en dat we het zelf niet zagen aankomen, dat dan uiteindelijk toch weer het vlees eten en zo ook richting... minder waterverbruik, dat dat ook een groot ding is. Ja. En het waren nog een paar dingen al, hè, waar we dat zijn tegengekomen. Ja, een andere manier van eten, ja. Nu, het moet niet, laat zeggen, helemaal zonder vlees, want ook in de natuur is begrazing een belangrijke beheersmaatregel. Hè. Uiteindelijk maken grazende dieren een deel uit van onze natuur. Hè. Ja. De grote wilde grazers hebben we zo goed als uitgeroeid. Dus we vervangen die dan door gekweekte exemplaren. Maar ze zijn wel nodig om die graslanden in stand te houden die wij ook nodig hebben, bijvoorbeeld voor onze klimaatadaptatie. Ja, als wij onze riviervalleien willen kunnen inschakelen om te veel en te weinig water op te vangen, ja, dan moeten die beheerd worden. En dat kunnen we niet allemaal gaan betalen met menselijke arbeid. Dus is het logisch dat we dan kijken naar de natuur. Als je gaat kijken naar waar de natuur nog intact is, ja, dan lopen daar grote kuttes wilde
grote wilde hoefdieren rond die daar begrazen enzovoorts. Dus we hebben dat nodig. Ja, en als je die dieren daar inzet, ja, die kweken ook, en dus heb je daar overschot, en dat kun je dan gerust opeten. Hè. En we hebben nog niet genoeg wolven dat die dat allemaal zelf zouden gaan opeten. Dus we kunnen zelf ook wel als consument van dat vlees gebruiken. Dus het moet niet volledig verdwijnen, maar het zou terug in verhouding moeten zijn met wat de bodem en de natuur aan kan. Ziet je grote pioniersrol in de zelfplukboerderijen en de andere dingen die nu nog allemaal als alternatief worden beschouwd naar de toekomst toe? Ja, ik denk dat die een veel belangrijkere rol kunnen spelen, als mits dat men er echt op inzet en ook die sector professionaliseert. Hè, dat er bijvoorbeeld ook een soort vroegmarkten zouden worden ontwikkeld waar je met dat soort producten naartoe kan. Want dat is nu vaak een probleem, dat die niet geraken waar dat... dat die van de producent niet vlot bij de consument geraken. Zeker niet als die consument een restaurant is of iets anders. Dan is dat wat moeilijker. Maar je moet ook een beetje kijken naar de massa, zeg maar. Een typische zelfplukboerderij bijvoorbeeld. Die heeft een omgeving nodig waar voldoende mensen wonen. Ik heb me dat dit jaar nog laten uitleggen op zo'n CSA-boerderij. Dat in een omgeving, laten we zeggen, in een dorp van 10.000 inwoners is plaats voor één CSA-boerderij. En nu wordt dat gewoon op zijn beloop gelaten. Maar stel dat je dat zou stimuleren, dan denk ik, ja, Vlaanderen heeft 6 miljoen inwoners. Dat is 600, als ik goed kan tellen, CSA-boerderijen waar plaats voor is in Vlaanderen. Waarom hebben we er dan maar 30, 50? Ik heb één in de buurt. Hè? Ik weet niet of het veel meer zijn vandaag, maar daar is dus geen overheidsinitiatief om dat te promoten. Hetzelfde met duurzaam vlees. Hè. Dus ook dat staat nog zeer in de alternatieve sfeer, maar ook daar kan je eigenlijk, als je dat op Vlaamse schaal promoot, kan je zeggen van ja, daar is misschien plaats voor 200 landbouwers die met duurzame vleesproductie bezig zijn. Ja. En zo zijn er nog wel een aantal niches die nu als donkergroen worden weggezet en weggeschoven. Maar als je die allemaal begint op te tellen, dan zit je aan een paar duizend landbouwers die daar hun brood mee kunnen verdienen. En die dat kunnen doen op een manier die binnen de grenzen van de natuur zit. En waarmee dat ze eigenlijk terug een binding krijgen met hun klant rechtstreeks. Waardoor dat landbouwer ook weer terug in een beter daglicht komt te staan bij de gemiddelde Vlaming. En denkt u dat die landbouwers die nu nog op de klassieke, manier werken, kunnen die zich omscholen of ombouwen of met trainingen? Kunnen die anders worden? Ik denk dat het kan, maar dat een groot probleem is de schuldenlast vaak bij die landbouwers. Landbouwers is ook nog een bedrijfstaak waar heel veel van vader op zoon of dochter wordt doorgegeven. Ja, en dus je komt automatisch in het systeem waar die vader of die grootvader al voor heeft gekozen. Dat is al heel moeilijk om uit die traditie te komen. En vaak, en dat is ook onzichtbaar natuurlijk, zitten er veel financiële schulden op zo'n boerderij. De investeringen die gebeurd zijn in machines, in stallen. Als daar geen oplossing voor komt, dan kan die boer wel willen, maar dan wordt het wel heel moeilijk om te veranderen. Ik denk dat er heel wat boeren wel anders willen, maar dat, dat ze niet zien hoe ze eraan kunnen beginnen. Eén, door de schulden en het systeem, misschien ook niet durven voor een stuk, omwille van de familie, van je gaat toch niet iets anders doen dan wat. En ook door het ontbreken van een goed werkende markt. Want we hebben gezien bij corona dat mensen, toen ze tijd hadden, want ze moesten thuis blijven enzovoort, dat ze toen wel naar bio-boerderijen en CSA-boerderijen enzovoort gingen. Want is dat echt gestegen? Die boomden, die hadden drie keer zoveel omzet als het jaar voordien. Maar na corona is dat weer terug weggevallen voor een groot stuk. Omdat de mensen geen tijd hebben, omdat ze die mensen... gaan op één plaats winkelen vaak, omdat dat snel gaat en vlot gaat.
Maar daar vinden ze dat voedsel niet. Mm-hmm. Daar vinden ze de tomaten uit Spanje en niet de tomaten van hier. Of de bloemkool die van weet ik waar komt, maar niet van 5 kilometer verderop. Die ligt daar niet. Mm-hmm. En als men daarvoor kan zorgen dat die bloemkool daar ook kan liggen, hè, en dat is dan nog een ander probleem, dat moet opgelost worden. Ja, want, supermarkten moet je dan ook mee krijgen. En die willen graag iemand die hun 365 dagen per jaar bloemkool kan leveren. En iemand die hier in Vlaanderen bloemkool kweekt, die kan natuurlijk niet zo lang bloemkolen leveren. Dus dat vraagt ook weer een mind switch. Zowel bij die supermarkten, maar ook bij als ons. Bij de klanten, ja. Je moet geen witloof willen op een bepaald moment. We moeten geen witloof in september willen eten, hè, of zo. Want dat is een wintergroente. Dus we moeten geen boontjes in december willen hebben, want die komen niet van hier. Maar ik zie wel dat bepaalde supermarkten pronken met hun lokale aanbod wel al. Maar supermarkten die met geranten werken, die zelfstandige geranten die ook nog een zekere vrijheid hebben om zelf dingen erbij te nemen, daar zie je soms wel dat dingen, lokale producenten ook in die supermarkt liggen. Maar dat is dan eerder toevallig. Dat is omdat niet, die de mensen dat voilà, beslissen. Dat is, en omdat die twee elkaar vinden, maar dat is niet omdat dat gestimuleerd wordt aangemoedigd wordt. Ja, alles hangt zo aan elkaar. En ik denk ook dat de boze boeren die we hebben gezien, dan die eigenlijk vooral willen geholpen worden, lijkt dat het echt, ze zitten vast. En ik denk wel dat ze zouden willen veranderen, omdat er eigenlijk redelijk, er is gewoon te lang gewacht geweest daarmee. Ja, men heeft men heeft van overheidswegen, maar ook van de boerenorganisaties uit de boeren 20 jaar en meer een rat voor de ogen gedraaid. Hè. Men heeft gezegd van oh, dat komt wel in orde, dat gaat wel komen. En boeren hebben dat geloofd, omdat ze ook geen andere stem horen. Hè. Omdat iedereen hun datzelfde verhaaltje vertelt. En dus zijn zij doorgegaan op dat pad, terwijl dat ze veel beter dat pad hadden verlaten. Maar we zitten nu vandaag, waar we vandaag staan, we kunnen niet terug naar gisteren. We kunnen alleen maar proberen oplossingen te vinden voor morgen. Hè. En dat is, daar is dan nog werk aan de winkel. Dus op dat vlak vinden we wel, oké, als je het gehele plan bekijkt, en wij bekijken dat dan vanuit een natuurbril, dan zeggen we van, het is een goede eerste stap. Maar uit alles wat hier net al verteld is, is dat natuurlijk niet het volledige verhaal. Hè. En zou er rond andere dingen ook nog veel moeten gebeuren. Maar als natuurorganisatie zitten wij daar niet in de juiste stoel om daar veel aan te sturen. We kunnen dat wel zien, maar wij kunnen de markt niet veranderen. Hè. Nee. Daar zijn andere spelers ook voor nodig. Ja, maar jullie doen wel campagnes en zo? Stel dat een luisteraar van ons nu wil helpen met dat te stimuleren, wat kunnen die doen of waar kunnen die terecht? Wel ja, ik denk dat iedereen kan bijdragen door al eens te kijken naar zijn eigen consumptiegedrag. Ja. En door als het enigszins kan te kiezen voor landbouwproducten die hier in Vlaanderen zijn gemaakt, op een zo duurzaam mogelijke manier. En op die manier krijgen landbouwers die op een goede wijze bezig zijn, krijgen die een steun vanuit de klanten. En dat is wel dat is toch al een heel belangrijk aspect. En we zijn met veel Vlamingen, hè. We zijn met 6 miljoen Vlamingen. Dus als we dat nu eens met z'n allen doen, dan is dat wel, wat ze noemen, een gamechanger, denk ik. Ja, misschien kan ik dat nu, dat nieuwtje nu vertellen, dat ik terug... Dat was al een paar keer terug. Ik weet niet wat nieuw. Het is al een paar keer ter sprake geweest. Een paar jaar geleden heb ik bij zelfplukboerderij gezeten. Dat was toen praktisch vrij moeilijk vanwege de leeftijd van mijn dochter. Dat gaf ons al veel stress voor daar te geraken en zo, want je draait wel een beetje mee. Hè. Nu sta ik weer op de wachtlijst voor volgend jaar om toch weer te gaan meedoen. Allee, wachtlijst, het ziet er wel naar uit dat ik ga kunnen instappen. Ze hebben zo 1 instapmoment per jaar. Dus daar ga ik dan al wat avontuurtjes weer van kunnen vertellen. In de tussentijd neem ik groentepakketten. Dus dat is zo, dat is wat meer lokaal. Die groentepakketten zijn sowieso lokaal, maar je hebt echt wel veel. Je moet nog meer aanvullen dan
dan als je naar jezelf plukt boerderij, dan zijn ze zodanig betrokken dat je echt veel bewuster bezig bent en je eten daarop plant en zo. En, maar inderdaad, wat je zegt, een volledig professioneel gevoel geven ze niet. Hè. Als je daarin meedraait, dan voel je zo van dat is. Ja, waarschijnlijk omdat ze niet dezelfde steun hebben, gelijk dat de andere, de gewone landbouw heeft. En ja, toen dat jaar ook, dat was een groep van, dat waren drie boeren, waarvan dat er één al had gecommuniceerd als we erbij gingen, dat hij er ging uitstappen. En terwijl ik daar was, was er nog een derde was ook uitgestapt. En die is nu een ander initiatief ook in de buurt aan het starten. En ja, je krijgt zo dat gevoel, ja, je neemt wel ergens een risico dat je zo met zoiets meedraait, wat niet diezelfde professionaliteit is. Het is vaak uit enthousiasme hè, dat de mensen het doen, maar ja, misschien hebben ze het verdienmodel niet voldoende doorgerekend voordat ze ermee gestart zijn. Hè. Dus daar ontbreekt wel wat steun om mensen die daarmee willen starten ook te wijzen op hetgeen waar ze allemaal moeten opletten eigenlijk. Hè. En het is niet alleen het met de handen werken of dat voedsel produceren. Je moet ook je klantennetwerk uitbouwen enzovoorts. Je moet creatief zijn, je moet vooruitkijken. En dat is niet zo evident. Hè. Ja. Ja, ik ben zelf benieuwd nu, het is 4 of 5 jaar later nu, in welke mate dat veranderd is, dat het beter of anders draait. En dus daarover zal ik waarschijnlijk ergens in de volgende afleveringen, over een half jaar of zo, een keer wat anekdotes over vertellen. Ik wou nog een vraag stellen over stikstof, waar dat dus vandaan komt. We hebben het vooral over de boeren altijd, maar er zijn wel nog zaken die stikstof voortbrengen. Allee, ogen gaan altijd naar daar, omdat dat het grootste probleem is, de veehouders. Maar er zijn wel nog enkele bronnen. Dat klopt, wij vergeten die ook niet. Ja. Maar het grote verschil tussen verkeer en industrie, want dat zijn dan de andere twee stikstofproducerende activiteiten, is dat de stikstofproductie via landbouw is eigenlijk de laatste 20 jaar nauwelijks gedaald. Terwijl bij industrie en verkeer is dat wel zo. Okay. Dus het akkoord omvat ook twee luiken. Je hebt enerzijds het stikstofakkoord, het PAS-akkoord, zoals men dat ook wel noemt. En anderzijds heb je een luchtbeleidsplan. En dat luchtbeleidsplan dat omvat vooral maatregelen voor verkeer en voor industrie. En dat is eigenlijk in de eerste plaats opgezet in 2019 voor maatregelen die verkeer en industrie minder CO2 moesten doen uitstoten voor het klimaat. Mm-hmm. Maar dan kom je eigenlijk bij de reden waarom dat industrie en verkeer ook stikstof uitstoten. Ja, dat is door de verbranding van fossiele brandstoffen, voornamelijk benzineachtige toestanden of gas. Die stoten CO2 uit als je ze verbrandt, maar die laten ook stikstofoxiden als restproduct achter, die ook via de lucht verspreid worden. Maar omdat men dus investeert in windenergie, zonne-energie, veel bedrijven proberen als ze kunnen over te schakelen naar dat soort energiebron. Auto's worden meer elektrisch. Men is daar volop mee bezig. Dus ja, automatisch gaat die CO2-uitstoot naar omlaag. Dus dat is echt al zichtbaar. Maar eveneens ook de stikstofuitstoot. En dus die twee sectoren die hebben op hun communiezieltje beloofd dat zij zich zouden houden aan het pad wat voorzien is al in het luchtbeleidsplan van daling van het gebruik van fossiele brandstoffen. En als ze dat doen, dan zijn die op goede weg om ook op lange termijn hun stikstofuitstoot binnen de perken te brengen. En aan de statistieken, de Vlaamse Milieumaatschappij maakt ieder jaar statistieken over de uitstoot van de verschillende sectoren. En dan kun je dat ook perfect zien. Die zijn al 20 jaar in dalende lijn en die lijn zet zich door. Dus vandaar ook dat dat niet in de pers komt, omdat die
onderhandelingen zijn dateren van 2019. Dat is afgeklopt via die sectoren. En je ziet dat die daling zich ook doorzet. Ja, dan wordt daar door niemand rumoer over gemaakt. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, want dat was nog... dat vroeg mij nog af. En is de luchtvaart daar ook bij betrokken? De luchtvaart is, dacht ik, daar nog niet bij betrokken. Allee, nee. Ja, dus voor dan... de luchtvaart moeten nog... ja, het probleem is dat de batterijen nog veel te veel wegen in gewicht om vliegtuigen daarop te laten vliegen. Hè. Dus dat is het probleem van de luchtvaart, ja. Ja, we zitten hier niet zo ver van Zaventem, dus... Ja, het enige wat daar helpt is minder vliegen, denk ik, voorlopig. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we zo'n beetje toch wel rond zijn, of toch veel weten nu over het stikstofprobleem. Ik denk, voor mij zit er... Ja, het is heel wat duidelijk geworden al sinds deze aflevering. Ja. Ja, ik stel voor dat we voor onze luisteraars... Ja, stel dat er nog vragen komen... Mocht er zeker nog opsturen, hè, Jos. Kan zijn dat je die dan nog beantwoord. Allee, op mail dan, hè. Dan zal ik het voorlezen op de volgende aflevering. Maar we hebben ook nog wat herbruikbaar nieuws. Dus dat is nieuws dat herbruikt mag worden. Dat mensen mogen doorvertellen. En het eerste wat ik gewoon wil zeggen is nog eens een herhaling eigenlijk. Sorry voor de vele spamreclame. Maar... wij zijn opnieuw bezig met het zoeken naar de Zero Waste Win van het jaar in België. En sommige mensen hebben al dingen genomineerd. En dat zijn er heel leuke bij. Ik ga er straks een paar uithalen. Maar wat is nu de Zero Waste van het jaar? Dat mag eigenlijk een persoon zijn, een VZW, een burgerinitiatief. Iets dat je kent, dat je zegt van die hebben dit jaar echt wel vooruit iets vooruitstrevend gedaan. Iets dat circulair is, iets dat... zorgde voor veel minder verspilling. Dat kan gaan over minder waterverspilling, minder voedselverspilling, minder vleesverspilling. Enfin, kan over van alles gaan. Dat kan ook uw buurvrouw zijn die iets moois heeft gedaan voor de bijk van de jaren. Je mocht echt iedereen en alles nomineren. Je mocht zelf meerdere mensen nomineren. Want hoe meer dat ik er zie en lees, hoe meer dat ik kan gaan onderzoeken. Het is ook een beetje de bedoeling om meer kleinere en lokale initiatieven zo'n beetje in de kijker te zetten. En een beetje een hoopvolle... Ja, een hoopvolle aflevering te maken in december, waar we de meeste Zero Waste Win van het jaar gaan bekendmaken. Hoe kunt je mensen nomineren? Via zerowastepodcast.veerlijkwolle.be en dan op Doe mee klikken. Daar staat trouwens ook nog andere leuke linkjes waar je mee kunt meedoen aan deze podcast. Maar je kunt ook een mailtje sturen, een DM op Instagram of Facebook, een comment achterlaten. Gewoon als het bij mij terechtkomt of bij Christophe, dan nemen we het zeker op. Maar wel zeker nomineren, want wat gebeurt er? De vijf beste gaan wij dan selecteren. En daar kan iedereen dan op stemmen. En als je dan wint dat jouw nominatie of jouw favoriete van de vijf wint, dan moet je er natuurlijk op stemmen en ook andere vragen om daarop te stemmen. Ik heb nu uit onze... Het was een lijst van nominaties die mensen al hebben opgestuurd. Er een paar leuke uitgehaald die ik echt nog niet kende. Het eerste vond ik een heel speciale. Dat is Plus Size Closet Sale Belgium. Zij verkopen en zij organiseren evenementen om tweedehands kleding maar voor plussizers te doen. Dus dat is eigenlijk een initiatief van een aantal vrouwen. Ik ben nog aan het onderzoeken of dat een VZW is of een burgerinitiatief, maar dat kom ik nog te weten. Dat vond ik al een toffe, want die hebben ook een Instagram en dan kunnen ze zo zien wanneer het volgende evenement is. En dan heb je Let's Say Food uit Gentbrugge. Die gaan eigenlijk lokaal werken. Voedselresten verdelen op... Christophe, kende jij dat? Want dat is Gentbrugge. Ja. Oké, dus voedselresten verdelen uit de buurt in die buurt terug. Die worden weer herverdeeld. Dat is een sociaal project en ook een burgerinitiatief. En dan heb je ook, dat is een persoon of toch een filmproductie die iemand genomineerd heeft. En dat is de filmproductie Styx. Dat gaat over een soort zombie eigenlijk. Wordt in Oostende gefilmd nu. En waarom is dat nu genomineerd? Die producent, Gudrun Schmidt, wordt het geschreven. Die is eigenlijk, dat is een vegan en die is ook bezig met duurzaamheid. En zij heeft gezegd, op mijn set gaan we alleen nog maar veggie meals eten. En dat scheelt al veel, want ik weet, op filmsets wordt er nogal vaak veel vlees gegeten, maar niet op de set over Styx. Of van Styx. Het is een filmproductie van iWorks. Kijk, voilà, ik heb die drie nu uitgekozen.
Dat wil niet zeggen dat die de vijf beste gaan zijn. Dat is gewoon, dat zijn drie totaal verschillende dingen om te zien dat je echt alles mocht selecteren, mocht nomineren. Er zijn ook al winkels genomineerd en VZW's die ook ja, van alles bezig zijn. Dus laat het ons zeker weten. Het is nog tot 10 november dat je kan, zodat we in december zeker de winnaar kunnen bekendmaken. Voilà. We hebben ook nog van een luisteraar een kijktip. Ja, van Frederik. Ja. En die stuurde ons een berichtje via onze voicemail. Dan moet je ook altijd iets opsturen. speakpipe.com/zero-waste-podcast. En ja. Nu heeft Frederik daar iets op ingestuurd. Ja, dag Veerle. Ik heb hier zojuist Seaspiracy gezien op Netflix. En dat leek me wel iets cool voor je podcast. Voilà, dat is blijkbaar iets cool voor een podcast. Heb jij dat gezien al? Want ik zag je knipjes. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb er wel van gehoord. Jij hebt ook Cowspiracy. Ja, die heb ik gezien. Ja. Maar dus hoe onze visserij en ja, met de visstanden enzovoorts. Ik ben wel van plan om er toch eens naar te gaan kijken. Ja, want dat lijkt mij wel heel interessant. Wel, ja, meest. Ik heb Cowspiracy gezien en dat maakt mij allemaal niet gelukkig. En ik heb nog niet durven kijken naar Seaspiracy. Perla, voor mij is Seaspiracy. Ik denk dat het een heel interessant documentaire is. Ja. Maar bij mij is het voor veel echtelijke problemen zo. Van, ik word nu al vies iedere keer als de zalm in de frigo liggen. Ah, ja. Dus ik heet dat ook allemaal niet. Maar, misschien moet Lini gewoon subtiel een keer kijken dan. Ja, misschien wel leuk voor een keer samen naar te kijken, inderdaad. Ja. Leuk. Ja, interessant om samen naar te kijken. Ja. Want ik vermoed dat het gaat over alles wat De diepvis, overbevissing, denk ik ook. Ja, overbevissing. Visserij is over het geheel genomen nog heel weinig selectief. Hè. Een visnet vangt alles wat niet te klein is. Als hetgene wat je niet aan het zoeken bent, dat is dan overschot en dat wordt terug weggegooid of daar wordt vismeel van gemaakt, dat is dan nog het beste. Maar als dat dan wordt weggegooid, is dat dan half dood en dan wordt dat opgegeten door al die meeuwen, want die vliegen daar niet voor niks rond al die boten. Nee. Maar dus eigenlijk maak je gewoon de zee leeg, hè? Ja, met die sleepnetten ook, hè? Ja. Dat was iets toch in België of Nederland een keer geweest. Dat is zo heel diep dan ze gaan. Ja, die zo super diep gaan met net. Nee, dat is dan nog. Dat is dan eigenlijk de laatste. Dat is internationaal, hè, in de diepzee. Dat men echt ook 200 meter diep gaat. Daar zit ook heel veel leven. En tot nu toe was dat eigenlijk nog een beetje een zone waar dat wij als mens niet kwamen. Nog maagdelijk, kan je zeggen. En ja, ook die zone wordt nu leeggevist. Want alles wat daarboven zit, hebben we al leeggevist. Dus. Ik heb een keer een betogingactie-ding of iets rond gedaan, rond dat, maar het is al even geleden. Dat alles door elkaar geschud wordt, ook in die omgeving, omdat dat daar nog maagdelijk was. En dan komt daar een net, dezelfde vissen die niet door dat net opgevangen zijn, zijn ook soms al verloren. Maar dat is misschien nog leuk voor een keer een ander onderwerp over de visvangst te doen, want anders zijn we er weer afgeleid. We hebben een medewerker, Kust en Zee. Ja. Kust en Zee bij Natuurpunt. Ja. En ik zal die een keer misschien later, want dat kan nog wel. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè? Over vis. Nee, ja, ik heb dat ooit één keer gevolgd van die. Maar ja, dat is ook inderdaad een detail voordat we nu gedetailleerd over kunnen doorgaan. Maar ik zal iets voorlezen van een andere luisteraar, namelijk van Sam, die heeft een berichtje gestuurd. Wij hebben de podcast ontdekt begin maart 2019. Onze eerste zoon is geboren op 16 maart en ik weet nog dat we de uren die we doorbrachten in het ziekenhuis voor de bevalling gevuld hebben met naar jullie te luisteren. Tot we naar de verloskamer moesten, hebben we dus geluisterd naar E. Kolle. Oh. Zo speciaal. Ja, we vragen ons vaak af waar dat mensen luisteren. Maar voilà, nu weten we onder andere dat er in de verloskamer geluisterd wordt naar onze podcast. Ja, als er nog mensen zijn die willen laten weten waar ze luisteren... Dat is echt dat is een leuke verhaal. Dat moedigt aan om voor te doen. Ja. Zeker. Jos, zou jij nog iets willen droppen of iets laten... Een website of waar dan mensen terecht kunnen of met vragen, antwoorden? Wel, ja. Ik ga een beetje reclame maken voor Natuurpunt. Het is nu het moment, ja. Want stikstof is geen gemakkelijke materie. Ook andere items, maar... ik denk toch dat wij een website hebben bij Natuurpunt waar dat je op een bevattelijke manier heel wat zaken kan te weten komen over stikstof, maar ook over andere natuur- en milieugerelateerde zaken. Dus zeker doen, zou ik zeggen.
En kom eens naar buiten, hè, want onze afdelingen hebben iedere week, ieder weekend wel activiteiten. Ja. Het is nu volle bak. Paddenstoelen, wandelingen en dergelijke. Dus maak er gebruik van. Ja. Ik ben lid van Natuurpunt. Ik raad het iedereen aan. En ik krijg het boekje enkel digitaal, heb ik ook aangevraagd. En ik lees het. Alleen, het is niet van doe maar in de mailbox. Ik lees het echt wel. Er staan wel leuke dingen in en ook weetjes. Dus er hangt hier ook een mooie poster van Natuurpunt. Want één keer per jaar krijg je het wel in je bus. Als ze vragen, wil je het nu nog in je bus hebben? En dat is in januari, ja, denk de vogeltelling. Of is dat januari, de vogeltelling? Dat is in januari. Ja, zie het. Ja. En dan komt die poster ja, die hierop hangt, krijg je dat daarbij. En de vorige heb ik daar gezet, bij mijn kat. Ja, om te tonen dat hij niet mag pakken. Maar hij gaat niet buiten. Dus... Wil je nog iets droppen? Of... Nee, ik ga het daarbij laten. Want ik wil wel nog iets droppen. Er is... we willen Stijn Lambert willen wij bedanken. Want Stijn Lambert is op buymeacoffee.com/ecolle geweest. En hij heeft ons 5 koffies getrakteerd. Weliswaar digitaal, maar we kunnen dat zeker gebruiken voor de podcastopnames. En... hij heeft er ook een leuk berichtje bij achtergelaten. Als je ons steunt op buymeacoffee.com/ecolle, dan lezen wij altijd uw berichtje voor. Dus stel dat je zegt, ik ga steunen, ik heb volgende maand een 5 maart bruikbare bekers, dan kunnen we daar reclame voor maken. Op die manier, want dan lezen wij dat voor. Ja, Christophe, lees maar een keer voor. Een boeiende podcast waar je rustig van alles bij leert. Niet overgeproduceerd of tot het minimum geknipt. Ontspannend om naar het te luisteren. Voilà. Ik denk dat dat ook onze bedoeling is, om gewoon zo spontaan mogelijk een podcast te maken. Had ook dat gevoel, Jos? Het is een huisgevoel. Het is een huisgamergesprek, ja. Maar we zitten nu eigenlijk trouwens, dat hebben we nog niet gezegd. Het is uitzonderlijk, ja. Normaal gezien is het meestal bij mij, in mijn tuinhuis daar, een uitgebreid tuinhuis. Maar nu zitten we bij Veerle in de keuken. Ja, ja, voilà. Dus misschien horen jullie iets anders. Maar goed... Bedankt, Jos, om erbij te zijn, om tot Grimbergen te komen. En aan de luisteraars, zeker nomineer uw favoriete Zero Waste Win. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Dit was alweer een aflevering van E-Colle, de Zero Waste podcast. Abonneer je op ons podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Alle info, bijkomende filmpjes en websites bij deze aflevering kan je vinden op veerlekolle.be/zero-waste-podcast. Een boodschap inspreken of een vraag stellen kan je doen via speakpipe.com/zero-waste-podcast. Ons trakteren op een koffietje? Dat doe je via buymeacoffee.com/zero-waste-podcast. En tenslotte zitten we ook op sociale media, Facebook en Instagram. Je kan ons vinden onder Zero Waste Podcast. Tot de volgende keer en bedankt om te luisteren.